Het RIVM heeft een nationale hitteplan geactiveerd in verband met de tropische temperaturen deze week. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code oranje afgekondigd, met de mogelijkheid dat het wordt opgeschroefd naar code rood in onze regio. Het hitteplan is een waarschuwing voor de hitte en de mogelijke risico's die het met zich meebrengt. Het RIVM roept dan ook op wat extra op elkaar te letten. Vooral voor de groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in een sociaal isolement, brengt de hitte gezondheidsrisico's met zich mee. Ook de GGD adviseert ons op te letten met deze extreem hoge temperaturen. Dus als je onderweg gaat, zorg dat je een flesje water mee hebt. Ook als je in de auto gaat of even naar buiten, dan heb je in ieder geval altijd voldoende drinken bij de hand. En verder ook natuurlijk zorg dat je zelf koel blijft. Zorg dat je niet te veel in de zon bent, in de schaduw. Houd er rekening mee dat je je lichamelijke beweging toch wel wat beperkter houdt. Met name in de warme zonuren tussen 12 en 4 uur. De tropische temperaturen houden nog de hele week aan. De verwachting is dat vanaf zondag het weer zal gaan afkoelen.